Het paneel van Utrecht. Een provincie die van het bisdom Utrecht is. Al voor de middeleeuwen. Het jaar 695. Toen kreeg de aartsbisschop de werkelijke macht van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Utrecht, de Sticht en de Oversticht bij de IJssel, waren het rijk van het bisdom. Willibrord, de allereerste bisschop, en er zouden nog vele volgen. De bisschoppen konden het niet zo goed vinden met de graven van Holland. Maar daar hoor je tijdens het uitleg van het paneel meer over. Ik ben Willem, de ambachtsschilder. En een van die onderdeeltjes die bij de restauratieschilder, oftewel de specialistschilder, thuis hoort, is heraldiek. En ik heb me gespecialiseerd in die heraldiek. En nu maak ik leuke verhaaltjes en wandel met behulp van al die embleempjes door provincies van Nederland. In dit filmpje is de provincie Utrecht aan de beurt. De stad Utrecht. Utrecht ontstond zo'n beetje in het jaar 47. De Romeinen die hier de boel kwamen bezetten, die stichten op een heuvel een kleine nederzetting. En die heuvel kennen we nog allemaal als het Domplein. En zo is het dat Utrecht een van de oudste steden van Nederland is. Op een zegel van het jaar 1200 is nog duidelijk te zien dat de stad omringd was met muren. En in 1122 kreeg de stad Utrecht al stadsrechten van Karel V. Rond 1650 was de bisschoppelijke macht goed gehuisvest in Utrecht. Er kwamen ook veel ambachtelijke gilders, waaronder de kunstgilde. En dat kwam die bisschoppen prima van pas. Daar liepen ze graag mee te pronken. Het stadswapen is een doorsneden schild met boven zilver en onder geel. Eenvoud, maar wel mooi. Het wapen van Wijk bij Duurstede is een veld van goud met een balk van geel, bedekt met drie zuilen. In 1300 kreeg het stadsrechten van Gijsbert van Abcoude. Die was daar de heer van Wijk bij Duurstede. In 1270 bouwde hij daar een woontoren. Dat werd uitgebreid tot een kasteel. Een woonkasteel, maar tevens een bescherming voor de bevolking. Later kwam er ook nog een stadsmuur omheen. En dan hebben we het over de 14e eeuw. Het werd een welvarend stadje. De heer van Abcoude en Duurstede was gehoorzaam aan de bisschoppelijke macht en voor die bisschoppen ging hij regelmatig op oorlogspad. De bisschop zelf kan natuurlijk niet op oorlogspad. Dat hoort niet volgens de kerk. Maar hij kan wel mensen sturen. Van Abcoude ging dus ook ten strijde tussen de twisten van Arkel rondom Gorkum. En zo kon de bisschop wel zijn gelijk halen zonder oorlog te voeren. En als we het dan toch over oude steden hebben, Amersfoort, ook zo'n oude stad. Het wapenschild is van Sint Joris. Sint Joris met de draak. Rond het jaar 1000 verzamelde zich een groepje boeren langs de Amer. De naam van het riviertje die wij nu kennen als de Eem. Rond het jaar 1018 bouwde de bisschop een prachtig paleis. Het was goed toeven langs de Amer. Die mooie rivier met goed land. Dus er kon goed verdiend worden. Amer werd Amersfoort. In 1259 kreeg het stadsrechten. De bisschop wilde een goed landbouwgebied bij Amersfoort. En dat kwam er, de Gelderse Vallei. In de heraldiek spreken we wel eens over een gewend symbool.
eigenlijk zeggen we een symbool de andere kant op. Een gewend symbool. Bij een bijzondere gelegenheid, Koninginnedag, in 2012 werd het aangevraagd bij de Hoge Raad van Adel om het wapenschild van Veenendaal aan te passen. En dat gebeurde. De Hoge Raad van Adel doet dat meestal met een tekst of met een simpele handeling. Een veld van azuur beladen met een gaand zeilschip in volle zeilen, alles in het goud. Bisschop David had erg veel last van de oorlog met Gelre. Door Gelre moest hij het turf en het veen uit zijn Overvecht naar Utrecht laten komen. En als je oorlog voert met een tussenliggende provincie, heb je natuurlijk transportproblemen. Hij maakte dus een betere transportweg over water, dwars door de Gelderse Vallei. Langs die watergeul ontstond een plaatsje. Eerst een kerk, dan een plein. De tussenplaats, die zandheuvel, die in 1566 gestalte kreeg, die noemden ze toen Klein Veenlo. Na 1797, met de bezetting van de Fransen, werd het Veenendaal. We hadden het net over een gewend schild. We kennen ook het gespiegelde schild. Het schild van Sint-Jan is een zilver schild met een Agnus van Geel. Het schild van Nijdrecht is een veld van geel met een Agnus van zilver. Het jaar 1090. Een klein stukje land tussen kanaaltjes en riviertjes. Een stuk droog grond. Het werd de boezemhaven van Meidrecht, bestuurd door de broeders van het kapittel Sint-Jan. En die broeders die zorgden heel goed voor de bevolking, voor het gebied. En op die manier verrijkten ze zich niet alleen zelf, maar ook de omgeving. In Meidrecht staat nog steeds het kapelletje van Sint-Jan, oftewel Johannes de Doper. Rond 1160 liet bisschop Godfried een vestiging bouwen nabij Woensdrecht. Het ging weer eens over de grenzen graven van Holland en de bisschop van Utrecht. De bisschop benoemde een kasteelheer en die kasteelheer mocht zich noemen heer van Woensdrecht. De leenheer van Woensdrecht, heer van Woensdrecht, hoefde geen verantwoording af te dragen aan de bisschop. Wat hij wel moest, was zorgen dat die grens met Holland gesloten bleef. Hoe dan ook. Zo kon de bisschop wel zijn gelijk halen, zonder dat hij zich mengde in de oorlog. De heer van Woensdrecht droeg een schild van goud met een balk schuin geschaakt in het azuur en in het zilver. De drie ruiten, 2 om 1 van sabel, zijn van het kapittel Sint Maria te Utrecht. De naam Abcoude, drie zuilen, zijn we al eerder tegengekomen. Hier, wijk bij Duurstede, heer van Abcoude en Duurstede. Abcoude, een doorsneden schild, boven in azuur met 2 gekruiste sleutels van zilver, de baard omlaag. Beneden in het geel 3 zuilen, 2 om 1 van zilver. Het wapen is een afleiding van de familie Zuilen, de bezitters van de heerlijkheid Abcoude en Bamberger. Abcoude ligt langs de Amstel en dat was in 1672 niet anders. Langs de Amstel was een fort en dat had een reden. Via de Amstel
bereikte je heel makkelijk Amsterdam. En dat wilde toen die tijd de Franse bezetter ook graag. Amsterdam. Het was de taak van Johan Maurits van Nassau om daar de Fransen tegen te houden. Eerst ging het niet lekker, maar uiteindelijk is het hem wel gelukt. Daar verder kwamen de Fransen niet. Jacob van Groenewoude. Jacob van Groenewoude werd genoemd in het boek van de Heroud van Gelre, Klaas Heinenszoon. Hij droeg het wapen, een veld van goud met drie hanen van sabel, lellen en kam van geel. En nu Woudenberg. Woudenberg, dat is zo'n spreekwoordelijke naam. En die spreekwoordelijkheid vinden we ook wel eens terug in de heraldiek. Bijvoorbeeld in het wapen van Hen Broek. Maar Woudenberg was zo'n gebied in een moeras. In het jaar 777 schonk Karel de Grote het gebied van moeras en stukjes land aan de bisschop van Utrecht. Door het graven van een ringgracht om een van die zandheuvels en dat wat opgegraven werd op die zandheuvel te gooien, ontstond er een hoger droogliggend gebied met daaromheen woud en moeras. Een berg met woud. Woudenberg. Dus ook streeknamen of stadsnamen zijn wel eens spreekwoordelijk vernoemd. Paus Sergius II vernoemde Willibrod tot aartsbisschop van de Lage Landen, de Nederlanden. En Willibrod nam die taak heel serieus. Het was een standvastige strijder in de strijd om dat Lage Land, al die mensen, katholiek te maken. Koning Clovis van de Franken, die was al omgeturnd. Die was in het jaar 496 al christen geworden. Maar die andere koning, koning Radboud van de Friezen, die hield nog stand. Die geloofde namelijk nog steeds in de Germaanse goden. Willibrod gaf niet op. Hij bleef strijden. Het christendom was hem heilig. Tot de dood erop volgde. Het wapen van het bisdom. Een veld van geel met een kruis van zilver. Draagt een mijter. Katholieke koningskronen, katholieke kronen, hoofddeksels. Een mijter. Als steun aan weerskanten een staf. Het provinciewapen van Utrecht. Een staand kwartier met in 1 en in 4 een veld van geel met een zilver kruis. Het bisdom. En in 2 en in 3 een veld van goud met een reizende leeuw van geel, azuur, getonkt en genageld. De leeuwen van de graven van Holland. Als hartschild een schuin gedeeld schild van zilver en geel. De stad Utrecht. Gesteund door twee heraldische leeuwen van goud en draagt een koningskroon. Provincie Utrecht. Voor mij dus de 8e provincie. Elke provincie heeft zijn eigen vlag. Utrecht ook. En allemaal onder het motto Artes Homines. De ambachtelijke mens. Je vindt de verhalen van de vorige provincies allemaal op mijn YouTube-kanaal. Word abonnee
En kijk eens rustig aan, want het schiet er lekker op. Graag tot een volgend filmpje. Artis hominis, de ambachtelijke mens.